Hoi, ik ben weer terug. Er gaat hier van alles mis. Klein beetje stress. En nou wil mijn camera niet meer, hoe noem je dat, op landscape. Dus ik zet hem even anders neer. Zodat jullie in elk geval fatsoenlijk beeld hebben. En dan is het niet anders. Even zien. We moeten roeien met de riemen die we hebben, zeggen ze. Dus dat ga ik dan ook doen. Al is dit niet leuk. Even zien, er moet even wat onder. Mijn telefoon waar ik normaal mee film, die heeft de geest gegeven. Dus ik heb nu een andere telefoon. Maar dat moest even heel snel. Sorry, maar ik ben er weer. Iets kleiner beeld, maar ook daar gaan we ons wel mee redden, denk ik. Het gaat om dat jullie alles kunnen zien wat ik ga doen. Toch? Even zien of ik het nog in kan zoomen. Ja, dat gaat ook nog. Nou. Ja, Facebook is niet leuk, maar mijn telefoon ook niet, denk ik. Einde oefening. Geeft niks. Soms houdt dat ermee op. Ik ga met mijn structuurpasta aan de gang, mijn crackle paste. Ik vervolg gewoon. Ik kan ook niet meer... misschien moeten we straks filmpjes aan elkaar plakken. Ik heb in elk geval een achtergrond gemaakt met acrylverf. En nu ga ik dan de crackle paste aanbrengen. Helemaal niet moeilijk. Doe je net zoals structuurpasta. Ik heb hier... ik zie dat ik op de kop ben. Gosh, het gaat ook echt lekker. Even zien hoe ik dat ga doen. Het wiebelt even hoor. Ik hoop dat ik jullie online hou. Zo. Ik wil jullie even een ander beeld. Zo. Even schuiven, zie ik. Waar zit de camera? Oh, leuk. Ja. Nou hebben we goed beeld. Nou, als het dan toch fout gaat, doen we gewoon alles fout. Is niet anders. Duidelijker kan ik niet krijgen. Ik ga met de structuur aan de gang. Een beste kladder op je paletmes. En dan smeer je dat gewoon lekker door je stencil. Even zien. Voorzichtig afhalen natuurlijk. En ik doe dat hier aan de onderkant nog een keer. Het is altijd leuk om gewoon twee, drie... Maar dit is een smalle strook, dus ik hou het bij twee, onder en boven en dan tegenovergesteld. En dan is dat het resultaat. Even zien, die even weg. Een palet met schoon. En nou is dit natuurlijk crackle paste, dus dat heeft even tijd nodig om te drogen. En het mooiste is gewoon dat je dat niet met je heat tool doet. En dat je het aan de lucht laat drogen. Ja, en dat duurt ongeveer, nou het plekje waar ik het laat drogen duurt een uurtje, half uurtje. Met de zon erop, maar zonder zon ben je gewoon wat langer bezig. Dus ik ben al even in voren aan het werk geweest. En dan is dit het resultaat. En hier kun je, oh ja, je kunt crackle paint goed zien. Even zien, ietsjes terug zie ik, ja. Dat is het resultaat
van de Crackle Paint hartstikke leuk. En blijft mooi wit, omdat je acrylverf gebruikt. Dus je hebt geen... met distress oxide, dan gaat de kleur nog door je pasta heen. En deze blijft mooi wit. Dus, die ruim ik aan de kant. Die ben ik voorlopig niet nodig, denk ik. En nou ga ik met nog een ander stencil, ga ik dan met distress inkt, maak ik nog wat accentjes erbij. Van hetzelfde serie stencils. En gewoon lichtelijk erover. Hoeft helemaal niet veel. Want zoals je ziet heb je direct een mooi resultaat. En dat doe je ook weer op een paar plekjes. Ik plak er straks plaatjes op. Dus moet je er wel goed om denken dat je niet vergeet waar je de plaatjes plakt. Want daar waar je plakt, hoef je natuurlijk niks, niet veel te versieren. Dat zou zonde zijn. Dan heb ik die. En op die vorige heb ik deze niet gebruikt. Maar ik vind hem zo leuk. Ik ga hem toch erbij gebruiken. En dan zien we wel wat het resultaat daarvan wordt. Even zien. Dan heb ik hier nog ruimte over. Zo. Ja, kijk. Superleuke stencils. Je zou zeggen, alles is er al wel zo'n beetje, maar nee, dat valt mee. Nou. Dan zijn dat de stencils en heb ik eigenlijk al een superleuke achtergrond waar je niet veel meer aan hoeft doen. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. We gaan er wel heel veel aan doen. Want we gaan nou lekker met achtergrondstempeltjes bezig. En moet ik even kijken waar ik die heb gelaten. Want die wilde ik gebruiken om onder mijn standen te zetten. Dat heb ik niet gedaan. Ja, sorry Thea, is niet anders. Ik krijg hem niet meer in de goede stand. Maar als het goed is, kunnen jullie alles zien. Volgende keer beter. Ik pak wat achtergrondstempeltjes. Super leuk zijn deze. Leuke teksten erbij. En dan is de keuze ook nog altijd moeilijk van welke ga ik gebruiken. Ik gebruik daar Stazon inkt bij, die droogt lekker snel. Dan hoef je daar ook niet meer, hoef je niet meer te feunen. Even zien, ja, mijn vingers smerig, tuurlijk. En ik stempel gewoon her en der een randje met tekst. Deze is super leuk. Ik gebruik ze eigenlijk nooit helemaal, de stempels, maar gewoon om de randjes, een beetje, je geeft zo op die manier een beetje diepte aan je werk. Ik vind de hartjes ook altijd leuk, doen het altijd goed. Met deze stempels hoef je niet per definitie een acrylblok te gebruiken, je kunt ook gewoon... Zo, want het hoeft allemaal niet zo netjes. Hartjes zijn altijd goed. Zo, dat is nummer 2. En dan hadden we nog eentje erop. Die je dan weer een beetje, dat zijn de rondjes. En die vind ik dan leuk om te gebruiken met een witte stift. En het voordeel van deze achtergrond met acrylverf is dat de witte stift, net als je pasta, ook wit blijft. En dan kun je daar dan weer leuke accentjes mee aanmaken. Nou, even zien. Dan doen we daar nog een beetje. En dan had ik een papiertje eronder moeten leggen, zodat mijn werkblad schoon bleef. En dat is mislukt. Dan doen we ook gewoon alles mislukken natuurlijk. Die. Nou, stempels maak ik straks wel weer schoon. Ik vind met Stazon niet zo erg.
als je weer gaat stempelen, dan heb je daar niet zoveel last van. Ik doe hier nog één. Zo. En dan ben ik met mijn achtergrondstempeltjes klaar. Stazon droogt sneller op en archival inkt is wat natter en duurt langer. Dat vind ik absoluut geen fijne inkt. En dat is smaakverschillend natuurlijk. Ik hou van de Stazon, die gebruik ik allerliefst. En als ik die niet gebruik, dan gebruik ik de Versafine Clear. En die moet je wel drogen, maar dat is een hele mooie, scherpe, fijne inkt. Mijn achtergrond is klaar. Ik hoop dat ik nog steeds in beeld zit. Ik moet mijn stoel verschuiven. Dan blijf ik ook wat beter in beeld. Zo. En dan ga ik met mijn plaatjes aan de gang. En die heb ik al een beetje uitgezocht. Zoals ik al zei. Ik weet niet of dat in deze video is. Maar ik heb altijd keuzestress met zo'n groot boek met allemaal plaatjes. Dus ik dacht, ik doe dat van tevoren. En dan hebben jullie daar geen last van. Het duurt ook veel te lang. Ik pak even mijn schaartje. Want als je van die die-cuts hebt, daar zitten de puntjes aan. Die knip ik er op deze manier van af. Je kunt ook een schuurmaatje gebruiken. Dat kan ook heel goed. Zo. Het is net wat je het liefst gebruikt. En je hoeft het ook niet overal af te houden. Maar heb je rechte kanten, dan is het wel zo mooi. Dan valt het wat meer op. Dus mijn huisjes en mijn gras, die doe ik even op deze manier. Zo. En dan gaan we dat plakken. Even zien. Ik heb hier tape. Dubbelzijdig tape en gewoon de rol, dat is het allermakkelijkste, kun je mooi net zo snijden als je zelf wil. En dan gaan we dit afplakken. Ik doe hier een stukje tape op. Zo. Even in beeld. En die ook. En ik ga deze, want die komt er achter. Die plak ik op met gewone lijm. Dankjewel, Anneke. Gelukkig ben ik in beeld. Zo. Die doe ik daar. Dat leg ik die er gauw even bovenop. Ja. En dan kan ik deze vastplakken. Zo. Dan heb je een beetje een idee. En die komen daar weer op. Dus die moeten ook nog eerst. Je moet ook overal aan denken, hè? Wat gaat eerst? Wat is je voorgrond? Maar ik was net op tijd. Die plak ik daarop. Zo. En dan zou deze, die kan wel met een stukje tape. Dan verhoog je die weer een beetje. Zo. En die komt daar. Nou. Die plak ik ervoor, zo. En daar komt deze weer voor. En dan heb je al een super leuk tafereeltje. Daar wil ik die dan nog bij.
Die ga ik even een beetje inkten. Want ik vind die randjes niet zo mooi. Dus ik maak hem een beetje roze. Ik heb nu de vorige... Mijn voorbeeld heb ik alles in blauw gedaan. En deze gaat dan helemaal in het roze. Zo. Dat geeft ook weer diepte aan je... Aan je figuurtjes. Die komt daar. Dus die plak ik eerst nog even op. En dan kan uiteindelijk aan mijn gras erop. Het duurt even, maar dan heb je ook wat, zeggen ze. Zo. Over mijn pasta heen, maar daar komt dan toch nog weer van alles onderweg. En dat heb je dan met achtergronden. Vaak is je achtergrond heel erg mooi en moet er toch weer iets overheen. De plaatjes zijn al, klopt, die zijn al in het vorige kleur. Dat is een heel blok. Ik zal hem zo nog even laten zien, want dat stond denk ik in het vorige filmpje. En daar ging iets mis. Even kijken dat ik niet in beeld kom met mijn hoofd. Dat is dit blok. Dat is de Golden Oldie Collectors Book van Art by Marleen. En daar staan de wereld aan plaatjes in. Die je dus zo uit kunt drukken. En dan heb je gewoon leuke plaatjes om op je kaart of in je art journal te gebruiken. Super leuk om te hebben en te gebruiken. Nou, dan heb ik mijn vogeltjes en mijn huisjes al beplakt. Dan, eens even zien. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga de zon opplakken. Die schijnt nu ook heerlijk. De ene dag heb je winterkleren aan en de andere dag loop je op een t-shirt en slippers. Ook nog een broek natuurlijk, maar het verschil. De zon hoort gewoon in de bovenhoek. En dan heb ik nog wat bijtjes en vleugeltjes, vliegertjes. En die plak ik op. Maar ik wacht even, want ik ga eerst... plak ik mijn tekst nog op. En dat doe ik met, dat is ribbon. En dat ga ik doen met mijn boomfolder. En als het goed is, dan lukt dat perfect. Er zit een laagje onder. Die kun je eraf halen. En dan heb je zo de tekst. En als je het goed kunt zien, dan loopt daar ook een randje omheen. En dat is je uiteindelijke tekst. En dan vouw je hem. Of leg je hem hier gewoon op waar je hem wil hebben. Even aanwrijven. En dan ga je met je boomfolder. Ga je er zo overheen. En dan kun je al zien dat hij vast gaat plakken. Je hoort het ook wel. Het plastic laat dan laat los. En je ziet dat er meer kleur onder komt. En dan moet dat helemaal goed komen. Je moet niet te dicht om de tekst heen, dat heb ik van de week gedaan, knippen, want dan is het lastig om het plastic er weer af te krijgen. Maar als het goed is, nee, dat kan niet. Ik moet nog eventjes daar bij aandrukken. En als het goed is, dan moet het op een gegeven moment loslaten. En is dat niet zo, druk je hem iets terug. En dan ga je er weer met je boomfolder overheen. Net zo lang, totdat hij het wel pakt. Ik ben bang dat hier een stukje gewoon... Ja, toch wel. Kijk, helemaal leeg. En dan wrijf je het nog een klein beetje aan. En dan heb je je tekst erop staan. Niet gestempeld, gewoon met ribbons. Superleuk.
En nu kan ik mijn vlinders of mijn libelles opplakken, want dan kan ik rondom de tekst doen. Als je ze van tevoren opplakt, zitten ze natuurlijk net weer verkeerd. Dat is ook niet de bedoeling. Die doe ik daar. En dan had ik er nog eentje. Een kleintje. En die gaan we erboven doen. Zo. En die doen we daar. Dat even zien. Daar wil ik toch tape voor gebruiken. Ik vind het leuker als ze vliegen. Dus ze moeten. Maar dan knip ik gewoon een klein stukje. Dat is het voordeel van deze tape. Zo. Net andersom. Plak het aan mijn vingers vast. Dat is ook slim. Zo. En dat doen we ook met die. Nou, die is iets groter, dus ik kan iets meer tape op. Niet dat het wat uitmaakt, maar. Tot de volgende keer. Anne, veel plezier met je visite. Zo. De vlinder zit erop. En dan is op zich, ik kijk nog even naar mijn voorbeeld, maar dan ben ik, oh ja, de witte pen. Zie je? Het is altijd goed dat je even kijkt wat er nog bij op moet. En dan zit ik weer in beeld natuurlijk met mijn hand. Maar ik heb een witte pen gevonden. En wat je kunt doen, is... Je kunt ook bij je tekst, dat je daar nog wat accentjes aanbrengt. Dan ga je gewoon langs de randen. Zo. En dat doen we hier ook. En hier ook. En die stipjes kun je dus een wit puntje geven. En dan heb je een superleuke, of heb je, het speelt een beetje, even zien, daar heb ik stipjes. Oh, en die kant. Draai ik hem even om, zo. Dat geeft net weer een ander effect, het breekt een beetje. Tot zover. Heb ik dan alles gedaan wat ik graag op mijn kaart wilde. Dan ga ik even met de Distress Inkt. Ja, dat witte, dat geeft net dat beetje extra aan je kaart. En een randje eromheen doet ook net een beetje meer. Dus eigenlijk... Breng ik altijd een randje aan om mijn kaarten en vooral om mijn pagina's. Dat geeft diepte. En het lijkt gewoon leuk. Al valt het soms niet helemaal op, maar in het echt zie je dat wel heel goed. Zo. Nou leg ik die aan de kant. Want ik kon niet kiezen welke kleur achtergrond ik wilde gebruiken voor de kaart. Dus heb ik gewoon alle kleuren Distress Inkt gebruikt die ik ook hierin heb gebruikt in mijn kaart. En zo krijg je dus een leuke achtergrond. Althans, dat vind ik dan. Maar je gaat gewoon even bij de randjes langs. Hoeft helemaal niet moeilijk. En je verdeelt het een beetje. Roze, geel, blauw en oranje. Zo. Nou, mijn ondergrond is toch al vies. Je haalt het een beetje door de roze heen. Zo krijg je dan ook nog weer een beetje een gemengde kleur. Zo.
Zo. Even zien hoor. Ik heb picked raspberry gebruikt. Dit is mustard seed. Dat blijft toch wel een van mijn favoriete kleuren, geel. Dan heb ik nog blauw. Dat is de Mermaid Lagoon. En daar ga ik aan de andere kant roze bij langs. En dan als je over de roze heen gaat, krijg je natuurlijk paars. Zo, waar doen we nog een beetje? Nou, ook nog geel, wat groen. En dan uiteindelijk vul ik de rest op met oranje. En dat is de Carved Pumpkin. Even zien, nog even een nieuwe douwen. Zo. Daar ben ik wat meer van nodig. Dat is een vrij lichte kleur. Zo. Nou, en dan zie je dat ik inmiddels mijn eigen... even zien welke kant moet ik opschuiven. Mijn eigen achtergrondpapier heb gemaakt. Nou, daar ga ik een tussenkaart opleggen. Die is zwart. Dat geeft altijd net... dat dacht ik al. Hij zat verstopt. Dus dat wrijven we even uit. Anders loopt alles eronder weg. Zo. Daarom altijd je dop erop doen. En dat is iets wat ik nog wel eens wil vergeten. Ik kan ook wel de volgende dag hier in de kamer komen dat ik denk van, oh ja, vergeten de dop erop te doen. Mijn naald is gewillig. Zo. Nou, ik leg hem even schuin neer. Dan zie ik het wat beter. Zo. Ik zie vaak een vreemde maatkaart. Even een vraagje. Hoe doen jullie het met de juiste maat en envelop? Goeie vraag. Ik heb deze nog nooit in een envelop gedaan. Ik plak ze meestal in mijn art journal. Maar je bent denk ik een A5 envelop nodig. Daar past hij wel in. Even zien. Moet ik mijn kaart. Die komt daar weer bovenop. Een beetje lijm. Een beetje. En die plak ik daar weer op. Zo. Nou, meestal gebruik ik dan even een stukje papier. Ik heb hier nog keukenrol. Nou. Is het wat makkelijker aandrukken? Zo. En als er nog iets nat is, is dat dan ook niet zo'n probleem. Zo. En vaak leg ik hem nog even onder een dik boek. Zodat hij goed opdroogt en mooi plat is. Maar dit is mijn voorbeeldkaart of mijn kaart. Naar aanleiding van deze kaart. Heb ik die gedaan. Met heel veel obstakels vanmorgen. Maar uiteindelijk is die afgekomen. Ik bedank jullie dat de meesten toch terug zijn gekomen. En dan hoop ik dat ik de volgende keer weer begin. En dat is 12 juni. Dan laat ik de nieuwste collectie van Pronti zien. En ik moet zeggen dat ik daar wel heel blij mee ben. Ik kan jullie alvast een beetje papier laten zien wat Pronti uitbrengt deze keer. En dat is onder andere een vel met die-cuts, met prachtige bloemen erop.
en heel mooi designpapier. Dus daar kom ik 12 juni mee online. Ik hoop dat jullie daar ook allemaal weer kijken. Maar voorlopig heb ik iets lekker vels gemaakt. Dank jullie wel voor het kijken. En hopelijk tot ziens en een heel fijn weekend. Doei doei!